Goed zo. Nou, ik zit hier even met Vincent Everts. Het is best wel bijzonder, denk ik. Want Vincent, jij bent iemand die altijd heel veel mensen interviewt. Ik zeg wel eens, jij maakt volgens mij meer videomateriaal, meer televisie op internet natuurlijk, dan John de Mol. Maar nu zitten we eens een keer in een voor jou wel vertrouwde setting. Want ik zie jou weer zoals altijd in je studio zitten. Maar deze keer ben ik degene die jou vragen stelt. Top, ja, Jon. Dat gaan we eens doen. En daar heb ik ook wel een leuke aanleiding voor, denk ik. Want je hebt een talentanalyse gedaan. En wat het doel van vandaag is, dat we eens even over jouw talenten gaan praten. Heb je er een beetje zin in? Ja, scary. Ja, dus er komen altijd interessante dingen uit de voren. Ja. En sommige dingen zijn leuk en andere dingen zijn een beetje embarrassing. Dus ik ben benieuwd. Ja. Nou, kent iedereen jou natuurlijk als interviewer en jij doet ontzettend veel dingen. Kun jij eens een beetje vertellen iets over jezelf? Hè? Er zijn altijd heel veel vragen, maar dan wil ik jou vragen om iets over jezelf te vertellen. Hoe ben jij nou gekomen waar je nu bent eigenlijk? Vertel eens, neem ons eens mee. Nou ja, ik ben iemand met een brede belangstelling. Dus ik heb eerst gestruggeld op school, maar daarna ging het best wel goed. Op de universiteit heb ik begonnen met natuurkunde, daarna politicologie overgestapt, daarna economie en daarna bedrijfskunde. Alles iets afgemaakt, maar nooit alles, helemaal. En daarna, zeg maar, vlak voordat ik klaar was bij bedrijfskunde, ben ik een eigen bedrijf begonnen met Bart Mellink en nog een andere partner. En dat bedrijf, dat groeide naar 50, 60 man. Daarbij deed je automatisering. Vervolgens ben ik naar Amerika gegaan, heb een softwarebedrijf opgericht. Dat groeide naar 100 man. Toen kwam ik weer terug naar Nederland, heb ik Mediaplaza opgericht. Heb ik allemaal presentaties gegeven over internet en hoe dat nou eigenlijk werkte in de jaarbeurs in Utrecht. En nog een aantal andere start-ups gehad. En eigenlijk na Mediaplaza, tijdens Mediaplaza, ben ik vooral ook presentator geworden. Trendwatcher. Ik stond op toneel en hield een hele hoop verhalen. Om dat te doen, moest ik een heleboel praten met mensen die er veel van af wisten. En op een gegeven moment ben ik een jaar of 6, 7 geleden begonnen om daar video's van op te nemen. Dus ik doe nu honderden video's per jaar. Altijd interessante mensen. Dan zet ik meteen die recording aan en zet dat op internet. En eigenlijk sinds corona is mijn switch gedaan. Dat ik vond het altijd geweldig om interessante mensen te interviewen en daar het beste uit te halen. Maar ik stond ook heel veel op toneel. 100 of 200 keer per jaar stond ik op toneel om te vertellen over wat nou eigenlijk technologie voor een invloed had op bedrijfsleven. Maar nu ben ik eigenlijk vooral overgestapt dat ik eigenlijk dagvoorzitter ben van allerlei digitale meetings. En mensen interview, de interactie met het publiek doe. En proberen om die meetings zo goed mogelijk te gaan verlopen. Dat is eigenlijk mijn nieuwe business. Dus heel erg geïnteresseerd in nieuwe dingen. Geïnteresseerd in mensen. Geïnteresseerd om uit te vinden hoe dingen werken. En dat aan zoveel mogelijk mensen laten zien. En op een manier dat ik hopelijk dat ze dat leuk vinden. Juist. Dus dat klinkt als heel veelzijdig. Hè? Je hebt heel veel dingen gedaan in je leven. Je bent ondernemer geweest. Ook met bedrijven, wat je zegt. Maar nu ben je eigenlijk op een hele andere manier bezig. Hè? Je bent nu veel meer eigenlijk met jezelf, vanuit jezelf bezig. Er is nu niet een heel bedrijf van mensen die achter je staan. Ja, sinds ik kinderen heb, ik had altijd 30, 40 man aan het werk, 50 tot 100 maximaal. En dan moest je altijd zorgen voor de maandelijkse sales, de salarissen, alle processen die je in een bedrijf moest organiseren. En op een gegeven moment, ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind het eigenlijk leuker om te kijken hoe anderen dat doen. Dus op een gegeven moment, sinds ik kinderen heb, toen had ik eigenlijk geen tijd meer om de hele tijd bezig te zijn met al die andere mensen. Dus toen ben ik eigenlijk die trendwatcher geworden, vooral presentator. Toen heb ik ook heel veel op radio en tv gedaan. En een beetje meer de publieke kant van mijn zaak. En dat vind ik eigenlijk ook veel leuker. En is dat ingegeven door de kinderen, zoals je zegt? Of ontdekt je op een gegeven moment ook dat misschien wel beter aansluit bij jou? Dat je daar ook wel jezelf comfortabel in? Nou, ik was altijd al bezig. Als ik ondernemer was, wat deed ik dan als marketing? Ik ging op toneel staan en zeggen van, dit zijn de trends in de business. Zo werkt het op dit ogenblik. Oh, ik was bezig met AutoCAD. Dan zei ik, jongens, beste dealers, op die en die manier kun je het beste je bedrijf inrichten. Ik heb dat zelf gedaan. En ik kan je verzekeren dat dit en dit en dit helpt. En dan werd ik dus over de hele wereld gevraagd om daar te komen. En ik probeerde mijn product te verkopen. Maar ik deed dat eigenlijk door heel veel speeches en verhalen en adviseringen. En daar heb ik op een gegeven moment, toen met Mediaplaza, echt mijn beroep van gemaakt. Eerst in het Mediaplaza concept, dat ik een eigen ruimte had. En later ben ik dat gewoon overal gaan doen. En toen, ja, en eigen bedrijven hebben.
met kinderen erbij, dat is gewoon, dat ging niet zo goed. Dus daarom heb ik op een gegeven moment maar dat eigen bedrijf meer mee gestopt en veel meer presentatie aan geven. En dat heeft wel met beiden te maken. Maar nu ook weer corona, is weer een goede crisis. Ik word nu ook gedwongen, de stages zijn weg, de omzet stopte. En nu ben ik eigenlijk ook vooral zelf besloten, omdat ik het veel leuker vind om voor bedrijven allerlei meetings leuk te maken, geïnteresseerd te maken, dat mensen geboeid blijven kijken, dat er veel geïnteracteerd wordt. Dus ik ben nu ook weer, elke 5 jaar ben ik eigenlijk bezig om mezelf opnieuw uit te vinden. Ja, maar ik wil nog even terug, als je het goed vindt, naar wat je eigenlijk zegt is, in het begin dat je bedrijven bezig was, toen je eigenlijk bezig was dat producten verkopen, dat jouw verkoopstijl, als je was daar commercieel verantwoordelijk voor, als ik het goed begrijp, dat jouw verkoopstijl eigenlijk was op een kist gaan staan en mensen uitleggen hoe geweldig product het was. Eigenlijk was je, wat je net zegt, als verkoper ook aan het presenteren. Nog ineens dat ik vertelde over mijn product, maar dat ik eigenlijk vertelde hoe mensen hun eigen business moesten runnen. Ik was eigenlijk een soort adviseur van hun eigen business en mijn productje was daar een klein gedeelte van. En ik hoopte eigenlijk dat doordat ze mij gewoon interessant vonden en serieus namen, dat ze mijn product ook sympathiek vonden. En dat was ook zo. Maar dat was dus mijn verkoopstijl. Om veel over veel meer te praten dan over mijn eigen product. Want dat is toch maar, dat was document management. Ja, dat is dan al heel belangrijk. Maar natuurlijk in het geheel van de wereld is dat maar een klein ding. Ja, dus je zat heel erg op die inspiratietour, eigenlijk toen ook al. Ja, inspiratietour is altijd wel mijn ding geweest, ja. Ja, ja, dat is wel interessant natuurlijk, want dat heeft jou... wij vinden eigenlijk zeggen, dat misschien is dat wel een talent van jou, hè? Dat je eigenlijk door heel je carrière heen... dat presenteren en het mensen inspireren, dat je dat eigenlijk steeds doet. Mm-hmm. Alleen steeds, zoals je zegt, blijkbaar steeds in een andere rol of in een andere functie. Dus dat je je omgeving en de toepassing daarvan steeds aanpast, maar eigenlijk wel heel dicht bij jezelf blijft. Want dat jouw talent is om dat op deze manier te doen. Ja, ik ben inderdaad steeds minder gaan organiseren en steeds meer gaan praten en anderen helpen om zichzelf op een andere manier te organiseren. En dat is natuurlijk ook omdat mijn sterkte, ik kon altijd prima bedrijfjes van 10, 20, 30 man, maar op een gegeven moment groeide die dan naar 50 man en dan moest je echt gewoon een soort tanker besturen. En dat was veel minder mijn talent dan improviseren. En inspireren. En op een gegeven moment moet je dan ook goede structuren gaan bouwen. En dat is natuurlijk nooit mijn enorme talent geweest. Daar had ik ook altijd andere mensen voor nodig. Ik had altijd de Peter Bakkers. En dat waren goede, gestructureerde, georganiseerde types. En aan de andere kant ook commerciële mensen. Die echt ook hetzelfde proces. Namelijk naar een klant. En dan proberen daar iets aan te verkopen. Ja. Dat vond ik wel leuk om 1 keer te doen. 2 keer ook wel. Maar niet 10, 20, 30, 40, 50 keer. En dan elke dag. En alleen maar met als doel. Om die verkoop te sluiten. Dat was niet mijn talent. Maar überhaupt is dat natuurlijk ook een hele goede strategie. Hè? Want niemand kan in alles goed zijn. Je kan overal talent hebben. Dus ja, het is een heel frustrerend proces. Om de talenten die je niet hebt. Zoals jij bijvoorbeeld zegt. Organisatorisch vermogen. Om dat te gaan ontwikkelen. Als dat eigenlijk niet in je zit. Hè? Het is een veel slimmere strategie. Om daar inderdaad wat jij hebt gedaan. Mensen bij te vinden. Die dat wel hebben. En structuren. Ik doe altijd, het mooiste is natuurlijk als je mensen hebt die dat doet, maar eigenlijk moet je toch heel veel zelf doen. En dat doe ik dan vaak toch door middel van de goede to-do-lijsten, programmaatjes die dat doen, maar ook afspraken maken met mensen dat ik ze gewoon 2 keer per week bel om te zeggen van hey, dit heb ik beloofd dat ik aan mezelf dat ik dat ga doen. Ik kan prima afspraken houden aan klanten. Ik kan prima afspraken houden aan evenementen die klaar moeten zijn. Maar een belofte aan mezelf, dat is altijd heel moeilijk. Dus daar heb ik altijd andere hulp bij nodig. Ja, maar wat je nu eigenlijk zegt is van... ik probeer de talenten van anderen in te zetten. Het worden talenten die je zelf niet hebt. Maar dat is niet altijd mogelijk. En dan zet je jezelf er toch toe om... Ja, misschien dingen te doen waar je geen talent voor hebt, maar die wel moeten gebeuren. Laten we zeggen, de corvée-taken. Ja, en dingen die belangrijk zijn en niet urgent. Dat is mijn grootste probleem. Dingen die urgent zijn, die gebeuren altijd. Ook al word ik erdoor afgeleid. Dus ik heb sommige dingen die zijn onbelangrijk, maar die leiden me toch af. En sommige dingen zijn belangrijk en urgent. Nou, zoals presentatie geven, dat gebeurt altijd al goed.
Maar de dingen die urgent zijn, nadenken over de lange termijn, een plan maken, daaraan vasthouden, het opzetten van een nieuw idee of een nieuw businessmodel waar je dan moet doorzetten. Daar heb ik altijd moeite mee en dan moet ik altijd anderen erbij bij betrekken. Of ik moet het in kleine stukjes gaan ophakken en dat dan zo in mijn face krijgen. En dat ik het op een gegeven moment serieus ga nemen. Dat ik deadlines maak. Dat ik van een groot iets wat niet urgent is, kleine urgente deadlines maak. Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Want dingen doen waar je talent voor hebt, is eigenlijk makkelijk. Want daar krijg je energie van. Dat gaat vanzelf. Daar hoef je niet over na te denken. Ja, omdat je er goed in bent, is eigenlijk ook heel groot. Want ja, niemand hoeft jou te motiveren om dat talent in te zetten. Dat is eigenlijk een behoefte. Zoals wij ernaar kijken, zeggen wij, een talent is eigenlijk een versterkte drijfveer. En een drijfveer volgt uit een behoefte. Dus je hebt een behoefte om bepaald gedrag te laten zien. En er hoeft eigenlijk niemand jou voor te motiveren. En als die behoefte heel sterk is, dan zeggen we, ja, dat is eigenlijk een talent. Want ja, dat hoeft niemand jou voor te motiveren. Dat gedrag laat je eigenlijk uit jezelf zien. En het fijne voor jezelf is dat jij natuurlijk ook daar energie van krijgt. Daar krijg ik heel veel energie van, ja. Waar ik niet goed in ben, daar kijk ik enorm tegenop. En daar moet ik altijd heel veel moeite voor doen om me daarvoor overtuigen. Ja, dingen die ik leuk vind, dan spring ik erop. Iets nieuws beginnen vind ik altijd het mooiste wat er is. Daar ben ik altijd geweldig geïnteresseerd. Iets afmaken is altijd mijn grote probleem. Dat weet ik ook wel. Ja. En dat blijkt ook wel uit die... Ik heb ooit een keer in 2014 zo'n TMA-analyse gedaan. En dat was inderdaad wel echt heel feest der herkenning. Maar dat is dan feest bij herkenning bij mij. Maar wat ik dan wel leuk vond om zoiets aan iemand anders te geven, zeg maar. Zo zit ik in elkaar. En dat was toen wel inderdaad heel interessant. Je bedoelt dat je mensen eigenlijk jouw gebruiksaanwijzing kan geven? Dat je ze eigenlijk, dat is een hele goede toepassing. Hè? Dat iedereen heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing. Ook al hebben we allemaal, al zitten we in dezelfde functie, hebben we toch verschillende gebruiksaanwijzingen. Ja. En de gebruiksaanwijzing van iemand kennen, ja, weet je, dat is natuurlijk krachtig. Want dan kan je ook iemand aanspreken op zijn talenten. En dat werkt natuurlijk wel fantastisch. Want als je jou aanspreekt op je talent, ja, dan ga je rennen. Als ik je dingen ga vragen waar je geen talent voor hebt, ja, dan voelt het als corvée, hè? Inderdaad. Ja, nou Wilkes, heb jij trucjes ontwikkeld? Hè? Een hele goede truc is mensen inschakelen die talenten wel hebben. Als je zelf denkt van, nou, dat voelt voor mij als café en ik ben er niet zo goed in. Maar wat zijn nou de trucjes die jij hebt ontwikkeld om het werk te doen wat wel moet gebeuren, maar waar je eigenlijk toch eigenlijk weerstand tegen hebt of weerzin tegen hebt of geen zin in hebt? Ja, de trucjes... Ja, die noemde ik al een beetje eigenlijk. Mensen, programma's die vooral deadlines meegeven, dus pop-ups, afspraken in mijn agenda zetten, maar ook inderdaad even bellen van jongens, ik ga jullie over 2 dagen om 10 uur, ga ik jullie alvast een presentatie geven van wat ik zaterdag ga vertellen. Normaal begin ik altijd een dag van tevoren en door dingen naar voren te schuiven, afspraken te maken met mezelf en dan iemand anders erbij om me te helpen dat ik er me aan hou. Dat is eigenlijk wel een manier om dat te doen. En ook regelmatig met mensen om de tafel gaan zitten. Ik heb maandagochtend altijd een meeting. Ik heb geen baas, maar we zitten met 5 mensen bij elkaar op maandagochtend om 9 uur. En dan gaan we zeggen van, vorige week hebben we dit gedaan en deze week gaan we dat doen. En die deadlines die ik vorige week heb gezegd dat ik die zou halen, die heb ik wel of niet gehaald. Dus dat is ook echt gewoon zelf een baas creëren. Zelf een klankbord creëren. Waarbij je eigenlijk toch gewoon... Ik kijk in ieder geval altijd regelmatig even in het weekend van, heb ik nou mijn doelen gehaald? En door de week kijk ik ook regelmatig in dat lijstje. Dat wil ik toch wel aan het einde van de... Wil ik op die maandagochtend toch wel even presenteren dat dat belangrijk is. Ja. Heb jij voor jezelf een gevoel van wanneer het voor jou de verkeerde kant op gaat? Laten we zeggen, ik noem maar even, stel dat nou 90% van jouw werk, dat werk is waar je, laten we zeggen, voor jou goed in je talent zit, waar je energie van krijgt, wat comfortabel aanvoelt, en dat 10%... 20%, van die... 20% Jan, 20%. 20% van het werk geeft mij energie en daar moet ik iets mee doen. Maar bijvoorbeeld om een presentatie te maken, die moet ik voorbereiden. Dan moet ik echt gewoon, ik vind het hartstikke leuk om naar een klant toe te gaan en alles te weten van zijn bedrijf. Dan, als ik daar geweest ben, dan weet ik echt gewoon
wat zijn kosten, zijn marges zijn, zijn issues, zijn problemen, zijn uitdagingen. Dan weet ik alles gewoon van dat, hoe dat bedrijf in elkaar zit. En dan moet ik daarna, moet ik die presentatie die ik heb, moet ik aanpassen aan datgene wat hij of zij nodig heeft. Nou, dat op elkaar mappen is vermoeiend. En daar zit ik echt, dat schuif ik maar voor me uit, dat schuif ik maar voor me uit. Dat vind ik echt heel erg lastig. En ik denk zeker dat dat toch wel, voor elk uur dat ik op toneel sta, is dat toch, moet ik toch 5 uur voorbereiden die ik leuk vind. En 10 uur voorbereiden dat het een beetje tandenpoetsen is, wat ik heel erg vervelend vind. En heb ik ook wel geprobeerd om daar mensen voor te vinden, die dan mijn presentatie moeten gaan aanpassen. En dat is nog nooit gelukt. Dat is echt een kansloze business. Daar heb ik al zoveel mensen op versleten. En die zijn hartstikke goed. Maar ik moet het toch aanpassen op de manier dat als ik daar op toneel sta, dat dat goed werkt. Maar heb jij voor jezelf, heb jij wel eens nagedacht, waar zou voor jou de grens liggen? Je zegt nou, even dat ik het goed begrijp. Zeg, als 20% corvée is en 80% energie, dan kan ik het aan. Ja, ik heb altijd het idee, 20% van mijn werk is echt hartstikke leuk. En dat wil ik ook graag. Misschien is het 40%. Maar die 60%, dat is gewoon, dat moet ik gewoon doen om mijn werk goed te kunnen doen. En dat vind ik oké. Okay. Ik vind het niet erg om dat te doen. Maar ik moet het, en ik heb ook niet zo'n business dat ik nou elk karweitje kan uitbesteden op een manier. Dat doe ik wel. Echt overal waar ik echt zorgvuldig iets gedaan moet worden met hoge kwaliteit. Hele mooie filmpjes. Dan vraag ik gewoon Jelle. En dan vraag ik iemand die daar heel goed in is. Of ja. Als ik vraag als er een goed stuk geschreven moet worden, dan vraag ik daar iemand anders weer. Of mijn nieuwsbrief die weer geëvalueerd moet worden. En waar de spellingcheck in gedaan wordt. Daar heb ik allemaal aparte mensen voor. Maar ik moet toch altijd nog een heleboel doen die niet past in mijn talenten, maar waarvan ik de enige ben die dat kan doen. Ja, dus daar is nog wel ruimte voor verbetering, zeg jij. Oh ja, er is ongelooflijk veel ruimte voor mijn verbetering, ja. Ja, en als je het nu zou moeten inschatten, dan ben ik er wel nieuwsgierig naar, dat jij van getallen houdt. Hoe zou je die grens nu, bijvoorbeeld ook met corona erbij, hoe ligt voor jou die verhouding nu tussen werk waar je, denk voor jouw gevoel in je talent zit? Hè? Want er zijn heel veel minder presentaties dan er een half jaar geleden waren, denk ik, voor jou. Dus dat lijkt me, dat snap iedereen. Het hele markt is weggevallen natuurlijk. Ja. Wat heeft dat voor jou voor impact gehad? In, laten we zeggen, die verhouding, werk waar je in je kracht zit, waar je je talent in kwijt kan, en meer de corvée-taak. Nou ja, ik denk dat inderdaad, corona heeft er wel voor gezorgd dat ik van 20-80 naar meer 40-60 ben gegaan. Dus ik doe een grotere hoeveelheid werk, ik doe meer evenementen, ik doe meer online evenementen. En dat waren dan heel vaak gratis evenementen met Maurice de Hond of met mensen van het OMT of met de microbioloog hier of met mensen in China daar of met mensen van Siemens Medical. Allemaal mensen die heel veel die te maken hadden met hoe gaat het nou eigenlijk met corona en hoe gaan wij daarmee om. Maar nu merk ik weer, nu beginnen de betaalde opdrachten weer langzaam te komen. Nou, dan ben ik dagvoorzitter. Ja, dan moet ik al die sprekers moet ik allemaal informeren hoe ze nou eigenlijk met een online meeting omgaan. En hoe je nou met het klanten gaat praten. Nou, dat soort gesprekken doe ik. Je zegt eigenlijk, nu ik betaalde opdrachten krijg, komt er weer meer corvée bij. Nou ja, dan moet je een goed draaiboek maken. Het moet allemaal wat netter, georganiseerder. De mensen die mensen, als je een AOV of een aandeelhoudersvergadering hebt of met personeel, dan heb je natuurlijk een hele groep mensen die het heel belangrijk vinden dat dat goed gaat. Dus dat ben ik al. Ik zit nu ook regelmatig allemaal gedetailleerde draaiboeken te maken. Nou, dat is typisch iets van dat goed voorbereiden en goede draaiboeken. Dat is wel iets waar ik op een gegeven moment, als die business weer een beetje gaat groeien, daar ga ik iemand anders voor innemen. Ik vind het nu leuk om alles te prototypen. Als ik weer gewoon 100 presentaties moet gaan doen, waarbij ik 500 mensen moet gaan bellen, allemaal moet gaan informeren hoe ze nou eigenlijk een greenscreen moeten gaan hebben, hoe ze een goede microfoon moeten hebben, hoe ze in de camera moeten kijken, dat het een beetje op ooghoogte moet, dat ze niet te lang moeten praten, hoe ze met de slides moeten omgaan. Al die dingen die zijn repeterend. Op een gegeven moment ga ik daar ook wel iemand anders voor aannemen die dat dan heel goed systematisch doet en die ook de planning goed bijhoudt. Want je hebt altijd bij om. Kijk, als ik een presentatie gaf, kwam ik gewoon ergens aan. Ik moest mijn laptop hebben met slides, was nogal makkelijk. Als ik dagvoorzitter ben bij online, dan moet ik de techniek in de gaten houden, het geluid, het beeld, hoe iedereen met zijn slides omgaat. Ik moet echt een beetje zorgen dat al die sprekers het goed doen, goed de tijd in de gaten houden. Het is een veel gedetailleerder job. Dus ik heb weer een job die enerzijds veel leuker is, want ik vind het hartstikke leuk om uit te vinden hoe jij nou denkt en hoe je nou werkt en dat ik dan op zo'n leuk mogelijke manier kan samenvatten wat je nou eigenlijk wil overdragen en dat ik de vragen kan stellen
iedereen wil, maar ook de vragen van andere mensen. Maar ik moet het allemaal weer strakker gaan organiseren. En op een gegeven moment komt daar weer een andere persoon voor kijken. Ja, en het voordeel is dat je dan ook weer een businessmodel hebt natuurlijk. Dat je dat nu kan doen. Dus okay, ik heb nu 3 kwart jaar geen businessmodel gehad. En nu begint dat langzamerhand gelukkig weer terug te komen. Dus dan betekent dat ik ook economisch een rol heb. En gezien het feit dat mijn kinderen 12 en 14 zijn, moet ik dat nog een tijdje volhouden. Goed zo. Hey Vincent, jij verklapte het al een klein beetje. Wat ik voor jou heb, is een scherm. Misschien kun jij het scherm ook aan de luisteraars laten zien. Ja, wat we hier zien, en gaan we eens even kijken of wat jij net allemaal hebt verteld over jouzelf, of wij dat ook herkennen vanuit onze talentanalyse. Nou, wat het leuke is, Jan, ik wilde even zeggen, ik heb in 2014 die TMA gedaan. En daar heb ik toen veel van geleerd. En dat heb ik ook naar iedereen gestuurd die mij ook maar enigszins kende. Nu heb ik hem weer opnieuw gedaan en ik weet niet wat daar uitkomt. Ik weet niet of ik in 6 jaar, want al die vragen die je dan moet beantwoorden, dat zijn allemaal, je moet vaak kiezen tussen 2 moeilijke. En ik doe het maar zo goed mogelijk. Maar ik ben heel benieuwd of ik nou weer dezelfde resultaat heb, of dat ik verschoven ben, of dat soort zaken. Ja, nou, dan kunnen we dan eens even samen doorheen gaan lopen. Wat je hier ziet, ik had het net niet helemaal op het scherm laten zien, maar je ziet hier eigenlijk we noemen dat dan de talentbollen. Dus dat ziet er mooi uit. Dat zijn eigenlijk jouw talenten. En er zitten ook kleurtjes bij, die groene bijvoorbeeld, dat zeggen wij, die groene is eigenlijk het sociale domein. Dus je ziet daar jouw sociale talenten. Nou, je kan het lezen, hè? Grensleggend. Yeah. Dat herken je, dat is een beetje dat jij erg de neiging hebt om dingen op jouw manier te willen doen. Het is niet zozeer dat je een hekel hebt aan regels en processen en procedures, maar je verzint het liefst zelf. Dus een beetje buiten de lijntjes kleuren, dat herken je denk ik wel. Wat je natuurlijk net ook aan ons vertelde, hè, dat je jij iets hebt, ga je dat ook met iedereen delen. Nou, dat is een heel sterk, ook sociaal talent, hè, verbindend. Mensen bij elkaar brengen. En een andere natuurlijk, dat is ook een hele grote bol bij jou, die heeft ook de maximale omvang, dat is de bol opvat. Dat is van de drijfveer extraversie. Nou, dat denk ik dat iedereen die jou een beetje kent wel kan beamen. ook al ben je er niet, dan wordt er nog vaak genoeg over jou gesproken. En dus dat zijn hele... En dat is eigenlijk ook de maat van die bollen, die grootte van die bollen, die geeft ook eigenlijk een beetje de sterkte van het talent. Hoe groter de bol, hoe hoger jouw score daarop, hoe moeilijker het ook is om eigenlijk het tegenovergestelde gedrag te laten zien. Dus bijvoorbeeld tegenover grensverleggend staat plichtsgetrouw. Ja, dat zal niet echt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar daar struggle ik me altijd wel mee om dat gewoon netjes te doen. Ik wil graag iets afmaken. Ik wil graag ook het goede doen. I want to be a good boy. Ik wil ook altijd een goede doel, een goed iets doen voor de klant. Daar ben ik ook altijd erg dienend in. Maar inderdaad, daar moet ik wel hard voor werken. Ja. Ja, want dat is eigenlijk precies wat je zegt, hè, die koffietaak. Maar die waar jij het net met name over hebt gehad, die zitten eigenlijk hieronder. Dat zijn de blauwe en die hebben wat meer te maken met je organisatorisch vermogen. En met name die grote bol creatief. Dat is van de drijfveer, orde en structuur. Ja. En praktisch. Ik probeer ook altijd praktisch, ik ben altijd een fantastische improvisator. Ik krijg altijd alles voor elkaar. Maar inderdaad, dat doe ik wel altijd door middel van improviseren en op het laatste ogenblik. En dan probeer ik ook altijd simpele oplossingen te maken die gewoon goed werken. En inderdaad, creatief. Ik ben goed in het oppikken van ideeën van anderen. En daar een beetje mee aan de gang gaan. En dat daar iedereen enthousiast over maken. Ja. Ja, dat zit ook bijvoorbeeld in deze, veelzijdig. Dat ben ik dat ook, is, ja. Ik ben zeer veelzijdig. Dat is van de drijfveer afwisseling. En daar zit je dus aan, dat je veel behoefte aan afwisselen. En ik denk de combinatie van aan de ene kant je creativiteit, dus lage orde en structuur, hoge behoefte aan afwisseling. Ja. Bijvoorbeeld een interessante, die paarse die daar staat, dat is prioriteiten verleggen. Dat betekent dat ik flexibel ben. Dat ik gewoon dat ik makkelijk van het ene project naar het andere kan gaan. Of dat ik een prioriteit gewoon dat kan gaan verschuiven. Ja, dat kan ik heel goed.
Ja, dat is wat je net zei eigenlijk. Hè. Vaak dingen beginnen, maar niet altijd afmaken. En, dus ja, dat, is ook, dat is ook een manier. Ik ben flexibel, maar inderdaad, afmaken, dat is wel een uitdaging, ja. Ja, ja, dat is ook best wel een grote bol voor jou. Wat ik nog interessanter vind, en dan gaan we even, straks nog even verder kijken, dat is die gele die hier staat, dat is representatief. Dat heeft te maken met de drijfveer aanzienbehoefte. Aha. Het is een grote bol, dus dat we zeggen erkenning krijgen voor je prestaties, complimenten, daar doe je jou groot plezier mee. Daar ben ik altijd een beetje naar op zoek. Herken je ook die representativiteit als talent? Ja, dat is wel een beetje een dingetje. Ik wil altijd wel gezien worden. En ik probeer ook altijd wel een rol te spelen dat ik niet één van de velen ben. Dus dat is inderdaad... Dat geldt altijd wel als ik een vraag ga stellen, dat ik altijd ook bij mensen vragen wil stellen of contact wil maken of vragen of ik mensen kan interviewen om een beetje bekend te... Om in ieder geval iemand te zijn. Ik wil graag wel iemand zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Daar krijg ik wel een goed gevoel bij. Ja, ja, ook in combinatie... En niet zozeer opvallend zijn omdat ik dan zeg, ik wil de beste. Dat geloof ik niet dat mijn... Maar ik wil wel... iets nuttigs zijn. Ik word wel ook gedreven door een gevoel van, ik wil nuttig zijn voor de groep, ik wil nuttig zijn voor de klant, maar ik wil nuttig zijn voor mijn vrienden. En niet alleen maar dat ik gewoon maar ergens aanwezig ben en een nobody ben. Daar kan ik niet zo goed tegen. Ja, ja. Maar de combinatie van opvallend, hè, dat is de drijfveer extraversie en de representatief, die dus met die drijfveer aanzienbehoefte te maken heeft, die twee versterken elkaar ook. Hè. Dus je bent eigenlijk op allebei scoor je heel hoog. Ja, ja maar ik vond het wel leuk dat verbindend er ook bij staat. Dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, ze zijn allemaal mooi, Vincent. Alle talenten zijn mooi, alleen de uitdaging is natuurlijk dat je een baan vindt of een rol vindt of nou iets vindt. Waar je eigenlijk met jouw talenten kan shine. Hè, waar je jouw talenten kwijt kunt. Wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld in de politiek of mensen die op tv zijn. Ja, die hebben ook deze talenten. Hè, want ja, als je op tv bent, ja, dan zien mensen je, dan word je gezien. En dan kun je ook je verhaal kwijt. Hè, dat, ik denk dat dat bij jou ook heel sterk aanwezig is. Ja. Voor jou ook een manier. En wat ik ook nog wel aan... Je vertelde ook dat jij een beetje van de last minute bent. Dus op het laatste moment een presentatie organiseren. Nou, ik denk dat je talent... Dat barst je ook gemoed, hè? Die rode linksboven. Ja. Die stapel, hè? Dat te maken met stressbestendig. Stressbestendigheid die bij jou ook heel hoog is. Dus jij raakt niet in paniek. Van deadlines, sterker nog. Deadlines. Ik heb ze nodig. Ja, deadlines zijn puur voedsel voor mij. Dan richt ik me erop. Daar krijg ik energie van. Dat moet gewoon ook bedreigend. Deadline is ook bedreigend. Als ik die niet afkrijg, dan voel ik me bedreigd. En dan ga ik ook inderdaad op een gegeven moment in hyperfocus. Ja, ja. Nou zie je misschien ook die grijze rollen. Dat is nog wel aardig, want er zijn dus ook een aantal... Ja. Drijfveren waar je geen talent voor hebt. En als je dat die zijn wel echt heel erg grijs. Die zijn wel heel erg klein en grijs. Ja, dat zijn de grijze bollen. Die zijn nog niet voor niks grijs. Omdat het een beetje, je zou dus een associatie kunnen maken met de grijze muis. Gevoel voor eigenwaarde. Gevoel voor eigenwaarde. Heb je echt zo'n laag gevoel? Want ik had eigenlijk... Ik weet wel dat ik een aantal keren op de vraag heb gezegd van... Hoe voel je je over jezelf? Kijk, ja, ik voel me eigenlijk prima over mezelf. Ik ben eigenlijk wel best wel tevreden. Maar het gevoel van eigenwaarde is toch wel heel laag. Nee. Dat is, wat je ziet is dat we eigenlijk die kleurtjes, die gaan over 6 dimensies. Dus een van de dimensies waar we naar kijken is de emotionele balans. Daar zitten inderdaad 4 drijfveren in. Nou, 1 daarvan hebben we besproken. Dat is stressbestendigheid en druk. En je ziet, daar scoor je inderdaad een 9 op. 9 is de maximale score. Dus dat leidt ook tot het talent stabiel. Je ziet het hier ook staan. Aha. Maar bij... Andere 3, daar zie je dus het getal 5 staan. En die 5 betekent eigenlijk dat je daar heel gebalanceerd eigenlijk op scoort. Het is jouw eigen waarde. Gebalanceerd, oh, oké. Okay. Jouw eigen waarde is niet heel hoog, is ook niet heel laag. Stel dat jouw eigen waarde heel laag zou zijn, dan zeggen wij van oké, dan ben je zelfreflectief. Hè? Dan heb je toch versterkte neiging om... als het misgaat, om, laten we zeggen, eerst naar je eigen functioneren te kijken en dan pas naar de omgeving. Terwijl als je
een hele hoge eigenwaarde hebt, ja, dan ligt het altijd aan de omgeving. Hè? Dan ben je heel veerkrachtig, omdat je eigenlijk uitgaat van dat het niet aan jou ligt. Dus dan zul je ook eerder risico's nemen, makkelijker nieuwe dingen doen. Want ja, je hebt laag van het zelfvertrouwen. Nou, ja, ja. Wat we zien is dat eigenlijk jouw emotionele balans eigenlijk ook best wel in balans is. In die zin dat je op eigen waarde niet hoog en niet laag scoort, maar eigenlijk heel gemiddeld. De 5 is eigenlijk de meest gemiddelde score die we kennen. Het is standaard 9. Je hebt ooit wiskunde gestudeerd en misschien de luisteraars ook wel iets vanaf weet. Dat is de Gauss-verdeling. En die Gauss-verdeling die betekent eigenlijk dat als je een 5 scoort, dat wij het zo normeren dat 1 op de 5 mensen een 5 scoort. Dus als je, kijk niet uit 100 gemiddelde Nederlanders, 100 Nederlanders, dan is het zo genormeerd dat van die 100 er 20 een 5 scoren. Maar dat is bijzonder, maar 4 van die 100 een 9 of een 1. Dus jouw stressbestendigheid is best wel extreem. Hè? Er zijn van 100 mensen zijn er 4 net zo stressbestendig als jij. En al die anderen zijn eigenlijk minder stressbestendig. En met die 5 scores ben je eigenlijk heel gemiddeld. Hè? Daar ben je ook in staat om... Nou, jij zal soms zo twijfelen aan jezelf, afhankelijk van de situatie. Maar daar ben ik ook wel blij mee, want kijk, mensen die een heel groot gevoel van eigenwaarde hebben, die worden vaak arrogant. En ontzag met die 5, daar ben ik ook helemaal geen blij. Ik vind het best prima als mensen iets gedaan hebben. Dan wil ik graag weten wat ze dan gedaan hebben en waarom. Daar kan ik behoorlijk ook kritisch over zijn, maar daar ben ik wel in geïnteresseerd. En die steunbehoefte, ik heb ook echt gewoon behoefte aan steun. Om alles waar ik niet goed in ben en überhaupt gewoon emotioneel. Dus dat vind ik ook niet erg. Maar je ziet dan even daaronder, zie je dus een enorme uitglijder naar negatief die... Bij conformeren. Heb je grensverleggend? Ja, nee. Grensverleggend. Ja, dat is inderdaad. Is dat negatief of is dat positief? Of hoe moet ik daar tegenaan kijken? Ik denk dat er nog een vraag van. Het zijn absoluut geen rapportcijfers. Dus je moet dat ook zien als een, laten we zeggen, wat ik net zei, de Gauss-verdeling, de normaalverdeling. Dus of je nou een 1 of een 9 scoort, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, natuurlijk maakt het wel uit, maar het is niet zo dat de 9 goed is en de 1 slecht, of andersom. Wat het vooral zegt, is dat als het gaat over de drijfveer conformeren, jij het moeilijk vindt om, je laat zeggen, alle regels die er zijn, die mensen in bedrijven maken, die mensen van de overheid maken, alle regels, processen en procedures die er zijn bedacht, vaak op een goede reden, maar om je daaraan te houden, en je zit hier te praten met iemand die dat heel erg herkent. wij zeggen dan maar eventjes allebei best veel moeite mee. Hè? Wij hebben niks tegen regels en proces. Dat willen ze graag zelf verzinnen. En dan voor anderen. Hè? Dus we snappen het nut ervan. Maar we vinden het... Ja, we snappen niet altijd de regels die er zijn. Daar hebben we wel eens moeite mee. En dan zijn wij ook niet te beroerd om dan maar onze eigen... norm als het ware aan te stellen. Dat is eigenlijk dat grensverleggende. Wij vinden het eigenlijk wel lekker om een beetje de lijntjes te kleuren. Ja, ja, ja. Dus positief record, positief gedefinieerd zeg je conformeren. Als je heel laag stoort op conformeren, dan zeg je ik ben grensverleggend. En als je heel erg hoog scoort op conformeren, wat ben je dan? Wat is dat voor een positieve omschrijving? Dan zeggen wij, dan ben je plichtsgetrouw. Plichtsgetrouw, oh ja, dat überhaupt zo. Dat is een moeilijk. Moeilijk om daar warm voor te lopen voor dat woord. Maar goed. Dat is natuurlijk wat je natuurlijk vaak ziet. Als je, laten we zeggen, de toepassing van talentmanagement. Het is natuurlijk interessant om dat inzicht in jezelf te hebben. En dat ook door te vertalen voor jezelf. Oké, wat past bij mij? Dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Ja, ja. Je zou kunnen zeggen, van de positieve psychologie. Dat je eerst eigenlijk naar jezelf kijkt. En dan kijkt van welke rol, welke functie, wat past bij mij? Ja. Als je laag zit op conformeren. En je bent politieagent, ja, dan is dat toch lastig. Hè? Want dan word jij geacht die regeltjes die je niet zelf hebt bedacht, wel de hele dag bij mensen, laten we zeggen, onder de aandacht te brengen. En dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen, ja, ik vind het zelf ook eigenlijk het mijne van. Ja, dat is gewoon lastig in die rol. Dus dat is dan eigenlijk niet een beroep wat goed bij ons past. Hè? Maar als je daar heel plichtsgetrouw bent, dan past dat juist heel goed bij. En eigenlijk onze visie erop is, ga nou niet proberen van die 1 en 4 te maken. Nee, probeer een functie te vinden waarin je dat kwijt kan. Hè? En het feit dat jij stressverleggend bent, helpt jou natuurlijk heel vaak om nieuwe dingen te bedenken waar anderen niet aan hadden gedacht. Want heel jij mooi, kan wel... Mark,
ik snap dat. Mag ik even iets vragen? Van, we hebben niet zoveel tijd meer, maar ik wil weten, ik gebruik de TMA heel erg om niet alleen om zelf inzicht te krijgen, maar om anderen dat te sturen. Een soort manual van mezelf. Heb je daar ook nog iets voor, zeg maar, van dat ik anderen kan uitleggen hoe ik in elkaar zit en wat ze met mij moeten doen? Ja, ik kan je wel wat laten zien. Dit geeft eigenlijk een beeld van, wij noemen dit eigenlijk jouw mentale DNA. Hoe zit jij nou als persoon in elkaar? Maar wat je hier bijvoorbeeld, hier zie je eigenlijk een doorvertaling naar competenties. En dat is een manier om het voor mensen wat makkelijker te maken, want competenties die kom je vaak tegen in functies. Hè, vacaturen. Oh ja. Je, erbij, je moet dit of je moet dat doen. Nou, hier heb ik eigenlijk een heel simpel advies bij. Direct. Is, dat heb je net zelf ook al een beetje aangegeven. Hè? Als dat, laten we zeggen, jouw werk is, ja, dan kan je beter stoppen. Dan doe je jezelf echt geweld aan. Terwijl dat linkerrijtje, het meest linkerrijtje, dat is natuurlijk, ja, als jij een functie vindt waar je dat allemaal kwijt kan, nou, kijk zelf maar even hè, het werk wat je nu doet. Heb ik wel even een dingetje dat ik me afvraag. Ik heb matig talent voor ambitie en energie. Nou, ambitie kan ik nog een beetje, omdat ik zo geïnteresseerd ben, ben ik niet zo gefocust om één ding achteraan te gaan. En zo in geld vind ik ook maar zeer beperkt belangrijk. Maar energie. Ik heb over het algemeen, word ik wel beschuldigd dat ik nogal veel energie heb. Maar hier sta ik daar matig in. Wat is daar dan de definitie van? Ja, dat is een goeie. Nou, laten we eens even kijken. Dan gaan we weer terug naar die drijfveer. Ja. Talent overzicht. En dan gaan we even naar jouw beïnvloedende talenten, daar zijn we even overheen gegaan. Dus je ziet dat je op energie best hoog scoort. Dat is een 7, dus dat klopt. Ja. Maar dan gaan we naar ambitie en uitdaging. Zie je hem staan, de onderste van de motieven. Ja. Daar scoor je een 5 op. En dat heeft eigenlijk alles te maken met je work-life balance. Dus mensen die, en je competitiedrang. Dus als je hier heel hoog op scoort, hè, dan wil je altijd winnen. En dan gaat je werk eigenlijk boven je privé. Hè. Dan werk je, je leeft om te werken, zou je kunnen zeggen. En als je maar ik denk ook anders. Van, ik denk, ik wil nooit echt allerbeste zijn. Ik vind het vaak veel belangrijker dat ik kan helpen om anderen goed te laten zijn. Het is niet, ik hoef nooit de beste in dit te zijn, de beste in dat. Ik wil graag leren, ik wil graag anderen helpen, mensen om het goed te doen. Maar ik ben nooit zo van dat ik altijd de beste wil zijn. Ik kan ook heel goed genieten van een rol die meer dienend is, zeg maar. Ik sta vaak op toneel, maar ik vind het ook prima om iets te doen, om aan de knoppen te draaien, om te zorgen dat, dat andere mensen die op het scherm zitten het goed doen. Dus dat begrijp ik dan wel. Maar energie snap ik dus wel. Maar die worden dus samengenomen. Energie en ambitie, die werd in dat advies te samengenomen. En als je dan wat verder gaat kijken, dan is dat niet zo. Ja. Okay. En wat eigenlijk jouw energie ook een beetje neutraliseert, is je volharding. Dus je bent, laten we zeggen, heel ondernemend, maar je maakt niet alles af. hij probeert wel veel. en dat is wat je de competentie eigenlijk dan wel wil zien. En ik ga dan weer even terug naar die competenties. Hier is er weer. Waarom dat hier dan eigenlijk matig is? Omdat het eigenlijk een beetje wordt geneutraliseerd door die volharding. Dus als je kijkt hoe dat werkt, dan kan ik trouwens ook wel even laten zien. Dan een beetje een kijkje in de keuken. Dat doe ik dan hier. Sorry, moet ik even heen en weer klikken. Die zit hier. Ik laat even snel zien. Maar hier zie je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld jouw sociabiliteit. Nou, daar scoor je dus hoog op. En dan zie je hier de drijfveren die daaraan ten grondslag liggen en de scores daarop. Dus je ziet eigenlijk bij al die competenties zijn er 2 of soms 3 drijfveren die daaraan, die eigenlijk die score daarop bepalen. Oh ja. Dat is wel heel leuk dat je dan inderdaad. En kan ik dat nu ook, want ik kreeg vroeger een PDF-document. Kan ik dat nu ook zelf een beetje gaan zien, wat jij nu kan? Of niet? Goeie vraag van je. Vroeger waren wij nogal van rapporten. Tegenwoordig doen we alles online. En dat dashboard dat ik jou nu laat zien, dat kan ik jou ook geven. En dan kan jij bijvoorbeeld dingen doen als je zegt van, hé, ik heb een paar competenties. Hoe score ik daar eigenlijk op? Je kunt eigenlijk je eigen profiel maken. Ik heb een vacature gegeven. Mijn eigen werk is dit. Wat is eigenlijk mijn match score daarop?
Oh ja, maar dan kan ik dus eigenlijk ook, dan kan ik dat gewoon maken voor mezelf en dan kan ik dat pakken en naar iemand anders sturen. Kijk eens, dit zijn hoe ik score op dit of dat. Ja. Ja, dan kan ik dan lekker daaruit kiezen. Ja. Als voorbeeld heb, stel jij, ik kan ook een profiel wat een expert voor jou gemaakt heeft of iemand die dit met jou heeft gedaan of die je daarvoor hebben opgeleid, die kan bijvoorbeeld een profiel maken en dan heeft hij in dit geval bijvoorbeeld van coach. Dus stel dan dat je zegt, nou, ik heb ambitie om coach te worden. Nou, dan heb jij daar een 60% match op deze score. Is dat veel of weinig? Nou, dit kun je wel een beetje zien als rapportcijfers. Dus best niet voldoende. Het zit niet helemaal in je talent. Hè. Je ziet ze ook hier oranje. Is er, nog een profiel ergens waar ik wel goed op score? Wat voor soort job? Ja, dat kan ik wel doen. Dat kan ik nu even niet laten zien. Maar we kunnen inderdaad ook zeggen van nou, als je in een systeem zit met allemaal profielen erin, dan kunnen we zeggen welk profiel past nou het beste bij jou. Oh ja, oké. Dat kunnen we ook doen. En je ziet bijvoorbeeld een andere toepassing, dat is jouw leerstijl. Als ik jou nou wat zou willen leren, of jij wil jezelf wat leren, laten we daarvan uitgaan. Dan heb je hier eigenlijk wat guidance van hoe leer je nou het meest effectief. Nou, wat jij dus niet als stijl hebt, is om een boek te lezen en op pagina 1 van dat boek te beginnen. Hè? Dan zou je hier linksboven zitten. Ja, ja. Bij jou is het heel erg creatief, dus je begint waar je denkt dat het, laten we zeggen, nuttig is. En het liefst leer je ook vanuit een boek, maar bijvoorbeeld met een filmpje. Dat werkt voor jou. Dus ik ben creatief en praktisch. Ik zit echt in dat kwadrant van creatief en praktisch. Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel heel handig. En dat lijstje, dat is dus handig voor mij, maar dat kan ik dus ook aan anderen sturen. Dat ze een beetje weten van, joh, als je met Evert werkt, dan moet je dat zo op die manier doen. Als wij met klanten werken, op de klanten bijvoorbeeld bedrijven zijn, die zeggen van, nou, wij weten dit van al onze mensen. En dan kunnen wij ook managers, kunnen wij bijvoorbeeld dit soort schermpjes geven. En daar staat eigenlijk in wat jouw ideale werkomgeving is. Nou, wat handig. Coachingsadviezen geven. Die zal ik dan ook maar meteen aan mijn vrouw sturen. Dat is wel echt, denk ik, als zij dat dan ook serieus zou nemen, zou dat wel heel fijn zijn, deze opmerkingen. Ja. Coachingsadviezen, ik laat ze even allemaal zien. Ik zit er als, dat kun je linksboven zien. Ik heb dan zeggen de expertrol, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook managersrollen definiëren. En dan zeggen we tegen managers van, jij krijgt de coachingsadviezen. Maar in jouw zelfhulpportal geven we jou dan ontwikkelactiviteiten. Dus dan is het meer op jouzelf gericht. Dus wat ontzettend fijn voor managers. Want de meeste managers kunnen niet managen. Dus het is echt wel heel erg handig dat je dan gewoon een paar aanwijzingen krijgt. Hoe je met iemand aan kunt doen. En dat je niet alleen maar zegt, het is gewoon een hele vervelende persoon die nooit zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Maar dat je daar dan op een gegeven moment ook een kader bij krijgt. Dat zal heel veel mensen helpen, denk ik. Ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat, Vincent. Kijk, als ik tegen jou ga zeggen van, Vincent, jij moet plichtsgetrouw worden en ik ga je daar de hele dag op zitten managen, dat lijkt me dat alleen maar tot frustratie. Ja. De kunst is eigenlijk als manager om mensen op een, zeg ik altijd, op een aansprekende manier aan te spreken. En als ik jou op een aansprekende manier aanspreek, dan betekent dat ik kijk naar wat jouw talenten zijn. Dan denk ik van, hoe kan je jouw talenten laten inzetten om datgene te bereiken wat we met z'n allen willen bereiken. En iedereen zijn gebruiksaanwijzing kennen. Dat is eigenlijk de tweede succesfactor. Okay. Lijkt me inderdaad ideaal. En dan heb je dan ook, dus je krijgt de input enerzijds omdat ik zelf dan allemaal antwoorden geef, maar die voor profielen, zeg maar, hè, van allerlei banen. Moet ik die dan zelf maken als manager? Of hoe zit dat? Nou, we hebben eigenlijk, als ik het plat samensla, hebben we drie rollen. En de expertrol, die heeft eigenlijk het scherm wat ik nu aan jou laat zien. Dat is een heel uitgebreid scherm, maar heel veel configuratie maken. Maar dat is eigenlijk wel dat wij mensen daarvoor een opleiding laten volgen. Dat is een driedaagse opleiding. Dan certificeren we jou om dit goed te gebruiken. Ook om de taal eigenlijk die hierbij hoort. Hè. Dus we het hebben over ontzag bijvoorbeeld. Wat bedoelen we nou precies met dat concept? Hè? Die woorden die wij net bespraken, die talenten, die drijfveren. Ja. Dus we leren jou eigenlijk om die taal te hanteren. We leren jou om zo'n gesprek te voeren, zoals wij dat nu ongeveer doen. En we leren jou om het instrument te gebruiken. Nou, en dan kun jij, als jij die opleiding hebt gedaan, kun je wat voor jouw bedrijf. We doen dat veel met HR-mensen, zijn dan vaak degenen die dat doen. Die nemen dan eigenlijk de regie over deze systematiek. En die laten dan, we zeggen, de medewerkers, eigenlijk iedereen in de organisatie, laat zo'n talentanalyse doen. Ze geven de managers eigenlijk toegang tot die guidance die daarbij hoort. Ze geven je managers eigenlijk een soort speakbriefje. Hè? Hoe kan ik jou nou effectief aansturen? Oh.
En dit is eigenlijk nog maar één instrument. Er zitten nog wel meer instrumenten in, bijvoorbeeld P60. En op die manier kun je eigenlijk je hele gesprekscyclus... ik zit een beetje te zuchten, want ik bedoel, ik had natuurlijk... ik had altijd een bedrijf van 40, 50 man en dan had ik altijd een managementteam van 8 mensen. En dan had ik altijd one-on-ones en dan had je altijd die reviewgesprekken. En ik kreeg daar echt, dat moest ik altijd maar zelf uitzoeken. En daar ben ik altijd wel een behoorlijk moe van. En vond ik nooit leuk. Dit zou wel voor mij als manager, zeker als iemand mij kan managen of mijn vrouw of weet ik wel, of teamgenoten. Zou ik dit wel echt heel erg handig vinden dat je dit... Op een eerlijke manier, het is niet om er onderuit te komen, maar dat je zegt, joh, dit zijn mijn zwakke en mijn sterke kanten en hier moet je me dan ook voor gebruiken. Dat zou wel ongelooflijk groot voordeel zijn. Hoe moeilijk is dat nou om dit te implementeren als ik dus een... dus ik heb dat nu zeg maar bij jou besteld en ik krijg dat. Ik krijg dus toegang tot deze portal. Kan ik dan anderen ook, kan ik anderen ook toegang geven tot die portal? Of is dat aan de manager of ben jij mijn manager die dat dan wel of niet toegankelijk kan maken? Ja. Wat, als we het verkopen aan bedrijven, wat we eigenlijk leveren, is, zou kunnen zeggen, een soort personeelsmanagement systeem. Haal meer rendement uit het talent van je mensen. Dat is eigenlijk het doel. Als we dit aan bedrijven leveren, dan kunnen we ook zorgen dat mensen toegang krijgen tot elkaars profielen. Mensen in teams. Dus we hebben hier ook een dashboard met groepen. Of je kunt bijvoorbeeld zien, en dan zit hier een aantal mensen in. En dan kan ik, dit zou bijvoorbeeld een team kunnen zijn. En dan kunnen we de data van die verschillende mensen bij elkaar... Oh, wat leuk. Maar dus als manager krijg je ook een prachtig overzicht van... krijg je ook een prachtig overzicht van al je teamgenoten en hoe ze allemaal passen. Kun je dat ook nog laten zien, zo'n overzichtje van hoe dat nou eruit ziet? Lijkt me super fascinerend om dat te zien, zeg maar. Even zo willekeurig. Ik pak even een aantal mensen en een aantal... Dus ik zie hier bijvoorbeeld hoe op een willekeurige drijfveer de mensen zijn verdeeld. Hè? Dus dit is iemand... maar ik kan ook kijken, wat is nou... Geweldig, die tegenstelling, representatief en bescheidenheid. Ja. Dus representatieve mensen zijn onbescheiden, zeg maar. Stel dat dit een team is van mensen. Nou, wat weet ik nou over dit team? Hè? Hoe kan ik rekening mee houden? Of wat ik bijvoorbeeld net bij jou liet zien. Ja. Potentieel, dat is het mooie. Jij gaf daar zelf eigenlijk een heel voorbeeld van. Als je nou mensen in een team stopt, dan zie je eigenlijk dat die linker kolom met veel talent, die loopt automatisch vol. Niet helemaal automatisch, want je kunt ook hele slechte teams samenstellen. Maar wat geweldig. Ja, dan kan ik een beetje zeggen van hier moet ik echt wat meer aandacht voor hebben, ja. Ja, hè, dus dan kun je dus, wat ook eigenlijk heel mooi aangaf, wat jouw strategie is, wat ik zelf geen zin in heb, dat laat ik andere mensen doen. Nou, als je dus een goed team samenstelt, dan heb je dus eigenlijk alle competenties in het team. Ja, en hoef je dus mensen te... Dat is eigenlijk wat je met een team kan doen. Of eigenlijk hier heb je een andere toepassing, die is ook wel aardig. Als ik bijvoorbeeld een paar competenties hier selecteer. Bijvoorbeeld dit zijn competenties die nodig zijn. En ik selecteer eventjes een organisatie. Moet hier test. Dan kan ik kijken van nou, welke mensen uit mijn testpool zijn nou het meest geschikt voor deze... nou het meest geschikt hiervoor. Dan kan ik op die manier een ranking krijgen. Dus als ik een job heb of ik heb een klus die moet gebeuren, dan kan ik eigenlijk op deze manier kijken van wat werkt nou het beste voor mijn team. Ach, jezus mine, wat is dit handig. Hey, en we moeten ophouden, want we zijn bijna klaar. We lopen uit de podcast. Maar ik wil nog even weten, wat als je nou een bedrijf hebt met 50 mensen, zeg maar, waar moet je dan aan denken om zoiets te kunnen implementeren in je bedrijf? Een indicatie, want er kunnen natuurlijk heel veel en weinig, maar in welke orde van grootte zit dat? Ik kan natuurlijk allerlei getallen aankoppelen. Ik denk het makkelijkste is, denk aan de prijs van de koffie. Dus je geeft de mensen kopjes koffie. En dat doe je natuurlijk omdat je weet dat ze van die cafeïne gemotiveerd krijgen, dat ze het gezellig vinden, dat je een hele informele communicatielijn bij de koffiezetautomaat krijgt. Nou, ongeveer wat je daaraan uitgeeft, dat kost het ook ongeveer. Okay. Als je het goed toepast. En nou, ik denk goed, wat ik nu bij klanten, nog één ding Vincent, als ik mag, is wat ik nu zie bij klanten is dat natuurlijk heel vaak werken mensen thuis.
Nou, dat heeft het voordeel dat je die kosten van de koffie niet meer hebt. Hè? Want mensen drinken en zetten hun eigen koffie thuis. Maar het grote probleem is dat jij mensen eigenlijk niet meer vanuit observatie eigenlijk kan beoordelen. Dat is echt een groot probleem aan het worden van thuiswerken. Dat je ziet wel wat er op een gegeven moment uitkomt en je ziet mensen op een scherm, maar wat er daarna en daarachter gebeurt, je hebt eigenlijk geen idee meer. En eigenlijk met dit inzicht, hè, krijg je eigenlijk het zicht weer terug. Want Je kunt mensen eigenlijk heel goed voorspellen als je weet hoe ze in elkaar zitten. Dan weet je eigenlijk prima wat ze gaan doen. En ja, dat is denk ik een heel belangrijk. Wij zien dat we eigenlijk in deze tijd eigenlijk een nieuwe USP krijgen, dat dit belangrijker dan ooit wordt. En, ja, het is voor ontzettend belangrijk, maar ook inderdaad, ik bedoel, als je inderdaad thuis werkt en je ziet weinig mensen niet, dan is het heel belangrijk. Maar überhaupt ook gewoon in het normale leven, als ik ze wel regelmatig zou zien, dan zitten ze toch achter een pc. En dan zie ik ze alleen maar af en toe. En met Zoom heb ik net zoveel contact met mensen dan als ik gewoon langsloop en ik zie ze dan op een of ander scherm staan, zie je toch niks. Maar dit is echt heel erg handig. Dit is ontzettend handig om te hebben. Vooral die managers die eigenlijk gewoon managen ook maar als tweede taak hebben gekregen. En omdat ze toevallig omhoog zijn gevallen. Managen is toch voor de meeste mensen, die kunnen iets goeds. En dan dat je dan dit soort dingen moet doen, dat is echt heel erg fijn. Dan kun je dat gewoon, krijg je gewoon een goede structuur. En ik vind voor mezelf, vind ik het ook ongelooflijk nuttig. Dus ik ga inloggen in die portal en ik ga het eens even goed uitdukken of ik veranderd ben. Vergeleken met 6 jaar en dan ga ik het naar iedereen sturen die ik vind dat met mij moet leren werken. Dus dankjewel Jan. Hele goede avond, dankjewel ook Vincent. Leuk om dit met jou te bespreken zelf. Oké, top. Goed zo. En ja, er zit zoveel in dit systeem. Hier moet je nog veel meer van dit soort podcasts over hebben. Want echt elk onderwerp is gewoon interessant om die verdieping in te gaan. Ja, dat klopt. We hebben nog maar een deel gedaan. Ja. Heel goed. Dankjewel. Hoi. Jij ook, Vincent. Hoi.